Winston Ramotashi, voorzitter van de Vereniging van Economisten, betreurt het dat de coalitie niet geluisterd heeft naar de kreten van het volk over de onlangs aangenomen wijziging van de wet op de staatsschuld. De VES-voorzitter wijst erop dat we ons reeds bevinden in een situatie waarbij de schulden onder de normale omstandigheden moeilijk te betalen zijn. Met de wetswijziging is de situatie volgens Ramotashi verergerd. Ook wijst hij erop dat het advies of kritiek van de VES niet gezien moet worden als het afkeuren van de regering, maar als een afkeuring van het beleid dat gevoerd wordt. De schuld is al op een niveau dat het niet terug te betalen is onder normale omstandigheden. Er moet een wonder gebeuren dat we wel gaan verdienen om het normaal terug te betalen. En u weet wat er gebeurt met schuldenlanden. Die moeten op hun knieën om de biggie, mag ik een jaar uitstel van betaling, mag ik 10 jaar uitstel. In die positie heeft dit parlement ons gemanoeuvreerd. Belangrijk is dat het beleid wordt afgekeurd. We praten niet over politiek 25, maar we zullen wel weer zien wie welke kleur heeft, wie op welke regering verkiest. Wij praten over welk beleid is goed voor onze economie, welk beleid is goed voor onze sociale omstandigheden, welk beleid is goed voor ons volk. Verder zegt Ramotashi dat deze wetswijziging de economie niet goed zal doen. Het opengooien van alle grenzen typeert hij als het niet hebben van normen. Ramotashi gelooft daarnaast dat er niet naar VES geluisterd is vanwege politieke redenen. Op dit moment betalen we dit jaar 1 miljard aan rente en bijna 1,5 miljard aan aflossingen. 2,5 miljard van een verwacht inkomen van 6,5. 38% van wat we verdienen gaat direct naar aflossing en rente. Als we kijken naar, als we het wel verder willen verhogen, dan gaan we straks 80% van alles wat we verdienen moeten aflossen en rente moeten betalen. Wat blijft er over voor onze ambtenaren? Wat blijft er over voor onze stroomrekening? Wat blijft er over voor de SZF? Have a heart. Je hoeft geen econoom te zijn om te weten, we gaan crashen. Ik denk dat ze weer verkiezingen willen winnen, dat is het enige wat ze willen. En daarna zien we wel weer. Dat hebben ze de vorige keer toch ook gedaan. U heeft die film zelf gezien. In 2015 hebben ze toch alles ontkend. 2014, 2015, dat er iets aan de hand was. Crisis, nee hoor. Om pas na de verkiezingen te zeggen, ay boy, we zijn in problemen. Maar we komen er in 6 tot 8 maanden komen we eruit. Was de belofte direct na de verkiezingen gemaakt. Wel, we zijn nu 4,5 jaar verder. Tantiki. VES-voorzitter Winston Ramotashi. Hij zegt dat als het beleid op dezelfde voet uitgevoerd wordt, dit rampzalig zal zijn voor Suriname.